Beste kijkers, welkom bij de Sleutelstad-serie Keuzes in de laatste levensjaren. Dat is een serie van 5 uitzendingen over de vraag wat kan en wat mag in die laatste jaren als het gaat om medische zaken. Dit programma is voor iedereen, voor jong en oud. Want ja, uiteindelijk niemand bepaalt wat precies de laatste levensjaren zullen zijn. Maar vooral toch voor mensen die zich wat zorgen maken over die laatste jaren van hun leven. Hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. En ook voor mantelzorgers die met kwetsbare mensen omgaan en daarvoor moeten zorgen. Dit programma, deze serie van 5, komt tot stand met medewerking van het LUMC, Alreinen, een aantal huisartsenpraktijken, het ouderenberaad. Het ouderenberaad is misschien nog een... Er moet nog iets over gezegd worden van wat het ouderenberaad is. Dat is eigenlijk een club van bijna allemaal toch gepensioneerde oud-zorgmedewerkers die adviezen geven als het gaat om de hele problematiek van de gezondheid van ouderen. We doen dit gesprek, het eerste gesprek, dat heet toestemming. Dat doen we met degene die als deskundige ons in alle uitzendingen zal begeleiden. Met Dorothea Touwe. Dorothea, hartelijk welkom. Dankjewel. Je hebt dit al heel veel jaren gedaan. We zijn heel blij dat je dat ook voor Sleutelstad de komende 5 uitzendingen ook zult blijven doen. En de tweede gast vandaag, dat is Rolf de Vriend, huisarts te Warmond. Zo is Warmond, het. Waarvan ik zojuist hoorde dat Warmond gemiddeld de oudste deelnemers, of de oudste mensen van Nederland. Gemiddelde oudere leeftijd per patiënt. Of per ja, precies, ja, precies. Ik dacht dat Toes Geest was, maar dat schijnt niet heel niet geval te zijn. Jullie allebei hartelijk welkom. Misschien is het goed om alvast te melden dat de volgende uitzending zal gaan over wilsverklaringen. Aan de hand van vragen, wat wil ik nog in dit leven? Wat bepaalt voor mij de kwaliteit van mijn leven? En we zeggen dat omdat als u nog vragen heeft over dit soort onderwerpen, dat u dan ons een mailtje kan sturen. En dan kijken wij of we dat in een van de volgende uitzendingen aan de orde kunnen stellen. Maar nu gaat het om het onderwerp toestemming. En ik wil eigenlijk vragen, Dorothea, wat behelst dat onderwerp? Dankjewel, Ton. Wat fijn dat u allemaal kijkt. We gaan het hebben over toestemming. En met toestemming komen we eigenlijk te spreken over het fundament van de relatie tussen een arts en een patiënt. Want als je als patiënt naar een dokter toe gaat, dat doe je met een hulpvraag. Bijvoorbeeld omdat je informatie wil of omdat je een klacht hebt of omdat je een herhaalrecept nodig hebt. Dan leg je dat uit aan de arts wat je zou willen. Dan denkt de arts na over wat er aan de hand is of wat een goede manier zou zijn om dat te behandelen. Daarover raak je in gesprek en als patiënt zeg je dan, goed, daar ga ik mee akkoord. Daar geef ik toestemming voor. Dat is eigenlijk de manier waarop je de arts-patiëntrelatie zou kunnen schetsen als een soort van samenwerking of een overeenkomst zelfs tussen twee partijen. En die twee partijen hebben ieder een stem daarin. Grappig genoeg is die arts-patiëntrelatie in Nederland ook geregeld in het overeenkomstenrecht. We hebben daar wetgeving voor, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. En daar hoort u het ook in. Dat dus de verhouding tussen arts en patiënt twee gelijkwaardige partijen zijn die ieder daar een stem in hebben. En daarmee is het dus van belang om vast te stellen dat beide daar een stem in hebben. Dus de patiënt heeft een hulpvraag, de arts doet een hulpaanbod en de patiënt zegt daar ja of nee op. En dit is heel belangrijk, dit moet u goed onthouden. Dit is eigenlijk de belangrijkste boodschap van deze uitzending, dat je twee partijen hebt waarbij alle twee een stem hebben. Dus de arts doet het aanbod en de patiënt zegt ja of nee. Dat recht van een patiënt om ja of nee te zeggen, en dus het recht van een patiënt ook om te zeggen, maar ik wil het niet, ik weiger behandeling, dat vinden we in Nederland een heel belangrijk recht. Dat staat zelfs verwoord in de grondwet. We hebben het staan in artikel 11 van de grondwet, dat je als individu een recht hebt op onaantastbaarheid of integriteit van het eigen lichaam.
Dus dat vinden we zo belangrijk dat het zelfs in de grondwet terecht is gekomen. Het is misschien goed om heel even na te denken over waar dat vandaan komt, dat hele idee. Dit is iets wat in de loop van de 20e eeuw steeds meer zich opdrong binnen de westerse samenleving als heel erg belangrijk. Om een patiënt stem te geven in wat er met hem of haar gebeurde. Al in 1900 hadden ze in Pruisen een wet waarin stond dat een medische behandeling alleen gegeven mocht worden als de patiënt daar toestemming voor gaf. Dus dat is al heel oud, 1900. We weten natuurlijk allemaal wat er sindsdien in de 20e eeuw is gebeurd. Dat er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gruwelijke dingen zijn gebeurd, ook door artsen die medische experimenten deden met gevangenen. En die gevangenen die gaven daar helemaal geen toestemming voor. Die wisten helemaal niet wat er met hen gebeurde. En waren natuurlijk in totaal niet in een positie om te kunnen zeggen dat ze dat niet wilden. En daar zijn we zo verschrikkelijk van geschrokken. Daar hebben we achteraf natuurlijk zijn er processen over geweest. En de hele medische wereld en de samenleving zei daarvan dit nooit weer. Alles nooit meer uit die Tweede Wereldoorlog. En zeker geen experimenten op deze manier met mensen. Voor medisch wetenschappelijk onderzoek is het essentieel dat de persoon die proefpersoon is vrijwillig instemt met het meedoen aan dat experiment. Dus weet dat het gaat om een experiment. Weet wat de voor- en de nadelen en de risico's zijn. Dus dat is al heel snel na de Tweede Wereldoorlog was iedereen het over eens. Toestemming is nodig voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Voor de patiëntenzorg ging dat ietsje langzamer. We kunnen dat voor Nederland heel duidelijk benoemen, omdat in 1968 een boekje uitkwam van een psychiater, Van den Berg. En die zei, ik voorzie dat er een tijd komt waarin wij aan onze patiënten vertellen wat er met hen aan de hand is. Oh, alle dokters op de achterste poten. Aan de patiënt vertellen wat er aan de hand is. Daar was men in 1968 dus nog niet helemaal aan toe. Kunt u nagaan. Ik vind dat niet zo heel erg lang geleden. U misschien ook wel niet. Dus daar is een verschuiving gaan plaatsvinden over wie daar nou precies over gaat. En wie er een stem in heeft. En daar zijn meer factoren. Eentje die ik ook graag aan wil halen is de ontwikkelingen in de geneeskunde en de medische technologie. En daar wil ik graag een plaatje van laten zien, wat u misschien wel herkent. Dat is een plaatje van de ijzeren long. Dat waren de eerste beademingsmachines. En u ziet, het zijn van die ijzeren kooien waar mensen in liggen. Met hun hele lichaam erin en alleen hun hoofd erbuiten op een kussentje. En het was ten tijde van de polio-epidemie. En die polio die had natuurlijk tot gevolg dat spieren verlamd raakten. Dat konden ook de ademhalingsspieren zijn. Dus dan zouden mensen stikken. Het mooie van de ijzeren long was dat deze mensen gered konden worden. Want ze konden in leven gehouden worden doordat die machine zorgde dat ze konden ademen. Maar zo'n ontwikkeling leverde ook meteen de vraag op, hoe lang gaan we daarmee door? En moet het altijd als het kan? En wie beslist daarover? Is dat de dokter die beslist? Of heeft de patiënt die daar ligt en bij wie misschien niet het herstel goed optreedt, en die daar misschien wel maanden, misschien wel jaren ligt, heeft hij er ook een stem in als hij dat niet meer wil? Als hij zegt, maar zo wil ik niet leven, dit is geen kwaliteit van leven voor mij. Dus zo zie je dat met die toenemende medische mogelijkheden, er zijn voorbeelden genoeg, dat daar een vraag opkwam van we kunnen steeds meer, maar moeten we ook alles doen wat er kan? En wie beslist er dan? Wie gaat daarover? Wie heeft daar een stem in? Je zou ook kunnen zeggen dat sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds de jaren 60 zeg maar, er een toenemende mondigwording was van burgers. Mensen minder vanzelfsprekend het gezag of autoriteit accepteerden. Dus dat totaal van al die dingen leverde op dat we inmiddels zeggen, de arts doet een voorstel, maar de patiënt heeft daar zelf de stem in of hij dat wel wil of niet wil. Want als je het hebt over toestemmingsvereisten, dan betekent dat ook een sterk recht om behandeling te weigeren. Daarvoor is het wel goed, erg van belang dat arts en patiënt elkaar goed begrijpen. Want een arts heeft haar eigen blik en een patiënt heeft zijn of haar eigen visie op wat hij belangrijk vindt of hoe die in het leven staat. Dus praten over mogelijkheden en onmogelijkheden is van groot belang. En daar wilden we graag een kort filmpje over laten zien. Thank you.
staan we weer. Gebeurt ook altijd in het weekend. Ik hou van dit werk. Nieuwe patiënten, nieuwe dilemma's, werken onder tijdsdruk, snel schakelen, handelen. Want dat maakt het voor mij echt leerzaam. Zou je zien dat ik weer een onbekende dokter krijg? En niet mijn eigen. Ik hoop wel dat ik iemand tref die naar me luistert. Zo'n blonde paardenstaart, zo'n jong doktertje. Ja. Wat weet zij nou van het leven van een man van mijn leeftijd? Ook al ben ik nog jong, ik wil graag dat de patiënt mij vertrouwt. Ze houden me goed in de gaten. Maar ik ken mezelf toch echt het best. Beter dan ieder ander. Ik leef al 52 jaar met mezelf, dus... Sommige mensen willen het niet horen en dat vind ik soms zo lastig. Die richtlijnen die zijn er toch niet voor niets. Ik weet wat ik slik. Lees alle bijsluiters. Ik check internet op behandelingen. Ik check mijn bloedwaarde. Ik weet wat wel en niet werkt bij mij. Die vorige medicijnen, dat was een ramp. Ik kon niet meer rijden, niet meer fietsen. Dus zo'n nieuwe dokter, die moet dan niet weer met dat medicijn aankomen. Alleen omdat ze het altijd zo doet. Als ik zelf wat google, op wat termen, schrik je toch rot. Ja, ik snap wel dat je dan in de stress raakt en je zit als patiënt al in zo'n onzekere situatie. Ik laat me niets meer zomaar voorschrijven. Tijd is altijd een probleem. Soms wil ik het ook anders dan hoe het moet. Ik wil graag dat iemand het goed begrijpt. Dan leg ik het nog een keer uit, nog een keer. Maar bij Hans en Piet en Klaas werkt, dat werkt bij mij gewoon niet. Eigenlijk zou er altijd een bekend iemand bij moeten zijn. Iemand die kan meeluisteren. Twee verschillende werelden die je moet zien te combineren. Het perspectief van de dokter, het perspectief van de patiënt. En daarbij is het ook van belang om je te realiseren dat wat voor de ene patiënt geldt, natuurlijk niet per se voor de andere patiënt geldt. Als je nou een 80-plusser bent met een versleten heup en je bent dol op wandelen langs het strand van Noordwijk, dan zul je waarschijnlijk eerder zeggen, geef mij een nieuwe heup, want ik wil kunnen wandelen. Maar als je een 80-plusser bent die eigenlijk net zo lief in zijn stoel zit en een boek leest met een poes op schoot, zeg je misschien, ik hoef niet zo nodig die nieuwe heup. Gaat prima zo. Geef mij wat pijnstilling en dat is me eigenlijk genoeg. Dus wat er voor jou, wat er voor u van belang is, kan per persoon verschillen. Daar kunt u over nadenken, maar daar moet u dus ook over praten. Daar moet u over nadenken samen met die arts die dat aanbod doet van we zouden uw pijn kunnen oplossen door een nieuwe heup te geven. Nou, dit over... Het toestemmingsvereiste, maar er is nog één ding wat ik nog wil benadrukken. U heeft het me al een paar keer horen zeggen, maar ik benadruk het nog even een keer. U hebt dus als patiënt een belangrijk recht om te zeggen, ik wil dat niet. Maar u hoorde mij ook zeggen dat de arts het hulpaanbod doet. Die arts heeft een heleboel kennis, ervaring, protocollen en standaarden uit de beroepsgroep. Die helpen te bedenken welke zorg of welke behandeling is voor deze aandoening nou het beste. En dat betekent dus dat de arts bij uw hulpvraag gaat nadenken, wat zou ik hier het beste kunnen doen? Wat is het beste behandelaanbod? Over dat behandelaanbod mag u meebeslissen of u dat wil of dat u dat niet wil. Maar het betekent ook dat u niet zelf kan opeisen welke behandeling u precies zou willen, wanneer die behandeling eigenlijk niet goed past bij uw ziekte. Dus die arts heeft een hele belangrijke eigen rol en eigen professionele verantwoordelijkheid om bij u als patiënt na te denken, wat zou voor die patiënt nou een goede behandeling zijn? Wat is goede geneeskunde voor deze patiënt? Dus de arts heeft een rol in te bedenken wat er voor u goed is en daarna heeft u het recht om over de verschillende mogelijkheden en de alternatieven na te denken, samen te overleggen en een keuze te maken. Dus onthoud, u heeft een sterk recht om te weigeren, maar u heeft niet een heel sterk recht om een behandeling op te eisen als die behandeling volgens de arts niet een goede is voor u.
En hier ziet hij, die twee partijen zijn daarin gelijkwaardig. Het is een samenspel, het is een overleg, het is een gesprek. Dus het allerbelangrijkste wat ik u voor nu wil meegeven is, voer samen dat goede gesprek. Leer elkaar kennen, snap van elkaar wat er voor u belangrijk is en wat de mogelijkheden zijn. Praat over uw wensen, maar denk samen met uw arts na over wat de medische mogelijkheden zijn. Dan hebben we nu het gesprek met Rolf de Vriend. Huisarts te Warmond, die misschien ook uiteraard met belangstelling heeft geluisterd naar wat Dorothea heeft gezegd. Maar verbaasde het te horen dat diep in de 20e eeuw er nog een soort revolutie werd gemaakt door iemand die zei, ik ga nu precies vertellen aan de patiënt wat er aan de hand is. Nou ja, ik ben zelf uit 67, dus het verbaast mij heel erg. Ja. Ik ben nu 21 jaar huisarts en ik kan mij niet voorstellen dat dit anders was in die jaren dan dat het nu is. Hè, voor mij is het zo vanzelfsprekend al geworden. Ja. Dus als het 68 is, 1968, dat is nog kort. Dan denk ik van nou, er is eigenlijk een korte tijd, is er gelukkig veel veranderd. En ik denk ook ten goede. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook heel wat mensen die zeggen, ja, ze vertellen maar alles wat er aan de hand is. Ik hoef het niet allemaal te weten. Of kom je dat niet tegen, bij ouderen bijvoorbeeld? Nou, bij de ouderen heb je nog wel eens dat je, die nog gewend zijn van de vroegere huisarts, misschien zeggen van, hè, wat de huisarts zei, dat gaan we gewoon doen. Daar hoeven we geen vragen over te stellen. Maar je merkt toch wel dat steeds meer mensen mondiger worden, ook de ouderen, en dat eigenlijk onze relatie als huisarts met patiënt veel meer naast elkaar is. Dus je probeert veel meer naast elkaar te staan en daarmee goed samen tot een besluit te komen. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Betekent dat ook dat je eigenlijk een stukje afstand van je autoriteit hebt moeten doen? Ja, dat is voor mij misschien moeilijk antwoorden. Omdat, ja, en dat is, voor mijzelf is dat misschien moeilijk te beantwoorden, omdat ik zelf dat nooit zo. Ik ben nooit zo opgeleid. Hè. Wij zijn vanuit de opleiding eigenlijk al opgeleid om goed te kunnen communiceren. Ja. En die communicatie is denk ik het allerbelangrijkste. Als je elkaar kan begrijpen, hè, als de patiënt van mij weet, nou, wat is een goede behandeling? Dit is het voorstel en de patiënt die kan mij vertellen wat hij of zij ervan vindt, dan kan je ook samen tot een goed besluit komen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, en dat gaat jullie makkelijk af ook. Als je nou echt een heel zwaar verhaal te vertellen hebt aan patiënten, gaat je dat in je koude kleren zitten? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd onderwerpen wat voor jezelf best lastig is. Mm-hmm. Alleen ik denk hoe dichter je bij de patiënt blijft, hoe makkelijker het is om samen te overleggen. He, dus op het moment dat er moeilijke onderwerpen zijn en je hebt een goede relatie als huisarts vaak al met je patiënt, dan is dat ook wel makkelijker om te bespreken met elkaar. Ja. Dan is die afstand niet zo groot. Nee. Hoe moeilijk het ook is. Want natuurlijk zijn er onderwerpen die de patiënt met name raken, maar ook de arts kunnen raken. En als je mensen iets adviseert wat heel zwaar voor ze is om te volgen en ze weigeren, komt dat veel voor? Ja. Ja. Nou, veel. Het komt voor. Want kijk, als je goed uitlegt wat de bedoeling is en mensen kunnen op basis daarvan een besluit nemen van nou, dat wil ik eigenlijk niet. Ja, dan kan je dat, hè, als je dat wederzijds goed aan kan horen van elkaar, dan kan je daar respect voor hebben en zeggen van nou, prima. Ja. En dan ga je natuurlijk wel andere routes inslaan. Het is niet zo van, u wilt dat niet, dus dan doen we niks. Nee. Ja, blijft de patiënt begeleiden. Maar de patiënt kan vaak heel goed zelf daarin een besluit nemen. Ja. Als die maar goed geïnformeerd is. En als het nou echt gewoon zeer onverstandig is dat men een medisch advies van de huisarts niet opvolgt. Dat men een bepaalde behandelwijze niet wil accepteren, terwijl het toch eigenlijk de enige is. Dat komt niet veel voor, maar dat komt wel voor. Ja. En dat is lastig, omdat je dan toch zou moeten accepteren. Ja. Hè? Je probeert altijd in gesprek daar tot een consensus te komen. Ja. Hè? En als de patiënt een besluit neemt van, nou, ik ga het echt niet doen. Ja, dan is dat nog steeds de soevereiniteit van de patiënt zelf. En die mag dat zeggen. Ja, en het omgekeerde, waardoor het er zojuist over had, namelijk dat je een bepaalde aan mensen een behandeling wil doorgeven. En mensen willen een andere behandeling die ze dan proberen af te dwingen. Komt dat wel eens voor?
Ja, nou kijk, soms is het wel eens, zeker heden ten dagen, internet en alles en iedereen van horen zeggen en et cetera. Soms komt er wel eens een vraag, hè, of een uitdraai van een heel internetforum van ik wil dit en dit en dit. Nou, dat kan. Daar kan je het er nog steeds over hebben. Als je er niet achter staat, hè, en je kan ook zeggen van nou, ik ken het niet, dus ik kijk er niet naar. Je kan ook zeggen van geef maar hier kijken naar en we beslissen volgende keer of dat een verstandige keuze zou zijn, dan kom je toch vaak tot een gesprek. Dus je komt uiteindelijk, met de meeste mensen kom je wel ergens. Ja, ja. Het soort voorbeelden wat ik nu net geef, komt eigenlijk niet zoveel voor. Dat in de meeste gevallen kom je er dus wel uit. In de meeste gevallen kom je eruit, zeker. Maar wat wel voorkomt, is dat mensen steeds meer met een idee komen. Ja. Of, hè, dus, en zeker de jongere mensen. Ja. Want die zijn gewoon... Dat zijn halve specialisten geworden. Exact. Ja. Ja. Ja, ja. Maar wat ik ook zie, en dat is ook wel interessant, is dat bijvoorbeeld mensen naar een specialist gaan, bij de specialist een bepaald verhaal krijgen, mm-hmm, en bij mij terugkomen om samen te kijken naar dat verhaal of ze daarmee door willen gaan. Ja. Dus, ja, dus de huisarts is in dat opzicht denk ik een belangrijke vertrouwenspersoon voor de patiënt. Ik denk dat wij heel dicht bij de patiënt staan. Dat is overigens waar Dorothea natuurlijk ook ervaring mee heeft, dat de specialist en de huisarts, dat die toch niet altijd met elkaar zo vloeiend communiceren als wel zou moeten. Of heb ik daarmee te veel gezegd? Ik denk dat we in de afgelopen jaren heel erg geïnvesteerd hebben in ketenzorg. Ja. Dus zorgen dat alle verschillende partners in dat hele proces, van thuis tot en met het ziekenhuis, wel goed samenwerken en goed overleggen. Dus volgens mij gaat dat wel beter. Mijn wat ervaring natuurlijk is dat mijn huisarts nog wel zegt, nee, dat heb ik nog helemaal niet. Ja, dat wel. Hè? Dus dat het verslag, dat te lang duurt voordat dat komt. Dat wel, dat wel. Ja. Maar ik denk wel dat er soms, dat je als specialist zo op een bepaalde focus zit, zo van, dat zouden we kunnen doen, dat is allemaal geweldig, ja, in de frontlinies van de wetenschap. En dat dan die patiënt denkt, ja, maar daar wil ik nog even over nadenken. En dat doe ik dan met mijn huisarts. Want mijn huisarts kan wikken en wegen, kent mij, weet wat voor mij belangrijk is. Kan het misschien ook vertalen naar wat betekent dat dan precies allemaal. Ja. Daarom is het essentieel, denk ik, die samenwerking. Ja, ja. En je pakt ook, als zoiets gebeurt, pak je ook makkelijker de telefoon. Je kan ook een specialist bellen en zeggen van, joh, ik heb deze patiënt voor. Iets bij jou geweest, maar ik heb daar zelf nog geen verslag van. Of het gebeurt wel. Ja. Maar het is ook niet moeilijk om ze te bereiken. Ze zijn wel welwillend om ook daarin in die communicatie mee te denken. Het is niet meer zo van, wij zitten in het ziekenhuis en... Nee, het is echt wel samenwerken, vind ik. En dat is ook een beetje de ketenzorg. Hè? En andersom natuurlijk ook, hè, dat het voorkomt dat je als specialist een patiënt hebt en je denkt, ik kan er toch niet vat op krijgen wat hier nou aan de hand is of hoe het thuis zit. Bellen. Ik bel even de huisarts op, want die kent dat. De omstandigheden waar de patiënt in woont. Ja. We hebben van tevoren al wat vragen gekregen. In de eerste instantie via het ouderenberaad. Overigens, dus de kijkers kunnen, u kunt als kijker kunt u vragen stellen. En wij beloven dat we daar heel serieus naar kijken. En als het goed is, dan ziet u ook het mailadres waar u die vragen kwijt kunt. Maar we hebben een vraag gekregen met name over de huisartsenpraktijk, de groepspraktijk. Wat delen jullie met je collega's in de groepspraktijk? Omdat het nogal eens veel voorkomt natuurlijk dat mensen wel bij de ene dokter en de volgende dag bij een andere dokter enzovoort. Ja. Wordt alles gedeeld? Hebben jullie daar een bepaald beleid op? Of weet je dat niet? Heb jij een groepspraktijk? Nou, ik heb een groepspraktijk. Ja. We zitten met 4 huisartsen. Ja. En wat belangrijk is, ik denk dat in de meeste medische systemen er volgens een bepaald stramien wordt gewerkt. Hè? Dus de vraagstelling van de patiënt die wordt beschreven, het onderzoek wordt beschreven, de uiteindelijke diagnose ja of nee en het plan. Hè? En dat staat eigenlijk allemaal keurig genoteerd in een medisch dossier, mm-hmm, wat zichtbaar is voor je collega's als je er niet bent. Want dat is eigenlijk de vraag. Hè? Als iemand bij mij komt, dan wordt die patiënt bij mij voor dat probleem verder behandeld, maar stel dat ik er niet ben, dan is dat inzichtelijk voor mijn collega en die weet eigenlijk precies wat ik gedaan heb of waar ik aan dacht of wat mijn plan zou zijn. Ja. Hè, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor de doktersposten. Dus na sluitingstijd, na 5, dan gaat iedereen naar de dokterspost. Ook de dokterspost kan inzagen met toestemming van de patiënt. Hè, daar heeft de patiënt altijd toestemming voor moeten geven. Ja. Kunnen ze eigenlijk in mijn dossier kijken van wat er gedaan is.
Zijn er nooit vertrouwelijke mededelingen waarvan je zegt, nou, dat mijn collega's, daar deel ik dat niet mee? Nee. Oké. En dat weten de patiënten? Tenzij de patiënt dat expliciet aangeeft. Ja, ja. Van ik wil dat het echt met niemand anders gedeeld wordt. Okay. Dan hou je dat afzijdig. Er is zelfs een mogelijkheid om het echt afzijdig te houden. Ja, ja. Maar vaak komt dat niet voor. Want mijn collega's zijn net als ik daar voor de patiënt. Dus, ja. Ja, en ja. De meeste patiënten voelen dat ook wel zo. Ja, ja, ja. Dorothea, heb jij op dit gebied, als het gaat om de verhouding huisarts-patiënt, ook nog bepaalde zaken waarvan je zegt, nou, daar zou je in die relatie ook op moeten letten? Nou, wat misschien ik nog wel aan Rolf zou willen vragen is, als je nou een patiënt hebt waarbij je het idee hebt van dit is echt heel erg goed voor die patiënt. Deze behandeling heeft hij echt heel erg nodig. Maar die patiënt zegt, nee, daar heb ik niet zo'n zin in. Hoe werkt dat dan? Ga je dan, is daarmee het gesprek afgelopen? Ga je dan daarover doorpraten? Wordt daar druk op mensen uitgevoerd? Denk je dan ook, die heeft er blijkbaar niks van begrepen, want anders zou hij toch mijn prachtige plan wel goed vinden? Kan je daar nog iets over vertellen? Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met, zoiets moet ook vaak bezinken. En op het moment dat je ziet dat daar weerstand is, dan kan het zijn dat de patiënt heel helder is en zegt, ik wil nooit wat met je te maken hebben. Dat gebeurt bijna nooit. Dus meestal zeg je dan van, nou weet je, ik heb het gehoord, je hebt mij gehoord, je hebt het idee gehoord, denk er nog eens over na. Je laat ze dan terugkomen en vaak kom je in een tweede gesprek kom je wel een stap verder. En dus het is vaak ook, sommige dingen moeten ook een beetje bezinken. Het is niet zo van, als jij van mij wat hoort, dat het meteen voor jou helemaal helder is van, nou dat gaan we dan maar doen. En het kan ook zijn dat je zegt van, nou oké, ik heb het gehoord, ik sta er nu negatief tegenover, maar laat me erover nadenken. En die ruimte, als je die ruimte geeft en daar kan erop terugkomen, dan kan het nog steeds zijn dat de patiënt uiteindelijk besluit, ik wil het niet, want dat is het besluit van de patiënt. Maar heel vaak is het zo dat de patiënt misschien dan toch meegaat in het idee dat het wel goed is en wel dat andere plan van die huisarts gaat volgen. Ja, dus, mooi. Ja zeker. Is het beroep van huisarts, dat is een hele ordinaire vraag, is dat zwaarder geworden in de loop van de jaren? Wij hebben natuurlijk allemaal nog de herinnering, althans ik wel, van huisartsen die 7 dagen in de week van alles deden en nog op zondagavond nog bij je langskwamen als het nodig was en zo. En nu hebben jullie gewoon een 5-daagse werkweek, of is dat niet meer zo? Ja, dat is, nou, het is geen 5-daagse werkweek, het is wel een 5-daagse werkweek. Maar we hebben ook nog diensten en dergelijke. Dus we draaien wel. En het zijn lange dagen. Want de praktijk is open van 8 tot 5. Maar ik zit daar niet van 8 tot 5. Nee. Wat opmerkzaam is dat er heel veel teruggekomen is naar de eerste lijn. Dus naar de huisartsenzorg. Ja. Dus vanuit de ziekenhuizen. Vroeger werden alle suikerpatiënten, alle longpatiënten, astmapatiënten werden allemaal behandeld in het ziekenhuis. Dat is al lang niet meer zo. Als je nu een hartinfarct hebt gehad en je wordt behandeld door de cardioloog, dan zegt de cardioloog na de behandeling, prima, u kunt weer terug naar de huisarts. En alle controles en dergelijke worden door ons opgevangen. Dus je ziet dat daar een enorme druk is. Daar hebben we ook wel ondersteuningen gekregen van praktijkondersteuners. En de COVID? Is de COVID en de COVID extra, is een ander verhaal. Extra complicatie. Dat is zeker, en dat geeft enorme druk. Ja. Oké, dank je wel. Dank jullie allebei trouwens voor deze allereerste uitzending van Keuzes in de Laatste Levensjaren. Wij zijn heel erg blij dat wij iedere week bij u kijkers van Sleutelstad langs mogen komen. De volgende uitzending gaat over wilsverklaringen en die is volgende week. Wij bedanken natuurlijk, behalve jullie, bedanken we ook de techniek. En wij denken dat wij u als kijker de komende weken op de hoogte kunnen houden van wat wij in ieder geval belangrijk vinden op medisch gebied. Dank jullie wel.